Is iets gebeurd? Gaat het slechter met Nina? Ludo zit sinds gisteravond op het bureau. Vanwege die witwasaffaire? Ja, was het maar waar dat dat alles was. Reinier Veldman is weg. Weg? Ja, ze denken dat hij dood is. Vermoord. Dat hoeft toch helemaal niet? Nou, dat zou kunnen. En Ludo is natuurlijk de eerste verdachte. Natuurlijk? Vanwege die witwasaffaire. Ik weet dat allemaal niet, maar hij zit op het bureau, ja. Maar ik weet zeker dat Ludo er niets mee te maken heeft. Ik ga toch even liggen. Blijf zitten, even. Blijf zitten. Hij denkt ook dat Ludo het gedaan heeft. Hoezo ook? Denk jij dan dat Ludo hier iets mee te maken heeft? Nee, ik weet het zeker 100% dat hij het niet gedaan heeft. Oké, hij had een fete met Veldman. Dat wil toch niet zeggen dat hij hem uit de weg laat ruimen? Maar als de politie geen bewijzen heeft, dan is hij toch zo weer weg? Ja, Aysen, je weet toch hoe ze is? Die geeft echt niet zomaar op, hoor. Maar als er niks te vinden is, dan maakt dat toch niet uit? Denk jij dat hij het gedaan heeft? Nou, ik heb 1 keer eerder Ludo beschuldigd, toen met Mike. Ik had het fout, dus wees maar niet bang. Ik denk helemaal niks. Maar dat gaat dus niet, hè? Je kunt niet helemaal niks denken. Ik weet er veel te weinig van. Ja, dus, hè? Janine, dat zeg ik toch helemaal niet? Volgens mij kunnen we er beter over ophouden. Luister, als jij denkt dat Ludo het gedaan heeft, dan vind ik dat je dat gewoon eerlijk tegen mij moet zeggen. Ik denk dat het beter kan gaan. Sorry? Ik heb een déjà vu. Wij hebben niet zo heel lang geleden aan deze tafel precies zo'n gesprek gehad. Over Anton. Jij wist niet zeker of hij onschuldig was. Ja, toen heb jij mij er bijna uitgezet. Ik denk niet dat Ludo Veldman vermoord heeft. En Anton denkt dat ook niet. Die voelt zich vooral schuldig over het ongeluk. Spijt me, ik heb te snel geoordeeld. Sorry. Het is misschien een beetje huistuin- en keukenpsychologie, maar ben jij niet degene die zelf twijfelt? Nee. Nee, echt niet. Ik weet echt heel zeker dat hij het niet gedaan heeft. Hoe is het nu met hem? Is het allemaal nog vol te houden? Nou ja, hij is niet zomaar klein te krijgen. Hij weet wat hij doet. Het zal hem goed doen dat jij zo achter hem staat. Want hoe zit dat nu? Jullie wonen weer samen, Nee, nee, nee. Dit is echt puur omdat de situatie daarom vraagt. Meer is er niet, echt niet. Oké. Ik wou dat ik je veel meer kon vertellen, maar dat gaat gewoon niet. Dan is dat zo. Dat geeft niks. Ik ben er voor je als je me nodig hebt.